Hallo, een beelddenker in structuur. Gaat dat samen? Van veel beelddenkers wordt gezegd dat ze moeite hebben met het volgen van vaste processen, vaste procedures, last hebben met een hiërarchie of dingen die hen opgelegd worden hoe ze iets moeten doen. Logische conclusie is dan om te trekken dat een beelddenker en structuur niet samengaan. Maar dit is een hele grote misvatting. Beelddenkers hebben wel degelijk een structuur nodig, maar wel een structuur die ze voor zichzelf gecreëerd hebben, eentje die ze voor zichzelf hebben aangepast. Dat sluit ook perfect aan bij hun favoriete leerstijl. Favoriete leerstijl is afkijken, kopiëren, aanpassen en dan gaan uitvoeren of implementeren en gebruiken. Stel, je hebt een beelddenker in je team die eigenlijk moeite heeft met zijn agenda. Het beheren van de agenda, op tijd komen op afspraken, afspraken vergeten, te weinig tijd inschatten. Je kan je er waarschijnlijk wel iets bij voorstellen. Nu, logisch gezien zou je zo iemand naar een time management cursus sturen. En dan zou het probleem opgelost moeten zijn. Maar denk aan die leerstijl van beelddenkers. Dat gaat niet werken. Wat wel gaat werken, is dat je die persoon naar een time management cursus stuurt en eventueel ook laat kijken bij een collega die inderdaad zijn of haar agenda heel goed beheert. Dat die daar gaat afkijken en spieken wat hij voor zichzelf kan gebruiken en dan op die manier zijn agenda gaat proberen beheren. Aangepast aan zijn situatie en uiteraard terug gaan kijken wat werkt en wat niet werkt. Dus de favoriete leerstijl is afkijken, invoeren of plakken, direct gaan aanpassen naar de eigen situatie en dan inderdaad gaan gebruiken en bijsturen. Nu, ik hoor je zeggen van, dit is ook een proces en dan moet je je daar ook gaan aan aanpassen. En daar wringt vaak ook het schoentje, omdat beelddenkers zo gewend zijn van in de flow te zijn. Het klopt dat je inderdaad een manier moet gaan vinden om dat dan ook rigoureus toe te passen. En vaak wordt omschreven dat het 21 dagen duurt voor je een nieuwe gewoonte jezelf hebt eigen gemaakt. Dus die periode, die 21 dagen, dat zal best lastig zijn om heel strikt jouw nieuwe systeem te volgen. Nadien gaat het wel wat beter ingepast zijn en gaat het een natuurlijk proces of meer een natuurlijk proces voor je worden. Wat ook belangrijk is om mee te nemen, is dat dit een manier is om als beelddenker aan te passen, maar aan te passen aan dingen die ieder van ons toch dient te doen. En denk dan bijvoorbeeld aan je eigen agenda behouden. Denk bijvoorbeeld aan je betalingen in orde maken, je persoonlijke administratie in orde maken. Dat zijn meestal zaken die je niet kan doorgeven aan iemand anders. Als je partner daar goed zou in zijn, is dat misschien wel een optie om dat te delen, maar in de meeste gevallen heb je zelf toch een aantal dingen nodig. In dit geval ga je voor jezelf een systeem creëren waarbij dat het makkelijk wordt om die dingen te doen. En de ondertoon is vooral van, ik wil het van de eerste keer goed doen en ik wil zo snel mogelijk met activiteiten en taken aan de slag waar ik wel blij van word. Heb je iets aan deze tip? Laat het dan in elk geval weten hier onderaan deze blog. Mijn naam is Saskia Smet. Ik begeleid beelddenkers in hun werkomgeving of privé en ik leer ze hoe ze zichzelf kunnen blijven in een lineair georganiseerde wereld, op een manier waardoor hun resultaten wel zichtbaar worden en het vooral veel minder stress en moeite kost. Heb jij een vraag die tijdens een van deze video's kan behandeld worden? Stuur ze mij gerust door. Tot ziens!